Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe videoblog. Ik ben vandaag in Marbella in Spanje en iedereen wil het wel. Een passief inkomen, financiële vrijheid en 2.000 tot 3.000 euro per maand aan passief inkomen. Zodat je eigenlijk nooit meer iets van werk hoeft te doen. Dat je financieel vrij bent, dat je kan gaan en staan waar je wilt en dat je dingen kunt doen die je altijd al hebt willen doen. De dingen die je echt ambieert en die je leuk vindt. Nou, dat is een hele mooie droom. Maar heel veel mensen denken van hoe kan ik dat bereiken? Nou, sommige mensen denken dan met cryptocurrency dat te bereiken. Dat kan. Dan moet je wel veel vertrouwen erin hebben. En het is ook wel erg beperkt. Het is maar één sector waar je dan in investeert. Eén techniek ook. Dat is de Bitcoin technologie. Niet de blockchain technologie, want dat bestaat in feite niet. Het is eigenlijk alleen maar gewoon Bitcoin technologie. Dat is één ding en dat kan en dat is best leuk, maar dat is, heel veel mensen zeggen dat vind ik te risicovol. Ik wil iets wat dan wat makkelijker is, tenminste wat veiliger is, wat meer gebaseerd is op achterliggende bedrijven ook. Bij Bitcoin is het een netwerk waar je je vertrouwen baseert en ik heb er veel vertrouwen in, maar goed, kan me voorstellen dat je iets meer wilt. En dan, dus dividend investeren is natuurlijk heel mooi. Maar om aan dat dividend te komen, de 2.000, 3.000 euro elke maand, heb je wel een behoorlijk kapitaal nodig. Dan moet je toch wel denken aan een portfolio van zo'n 2,5 tot 3 ton. En dat heeft niet iedereen even zo liggen. Dus het is ook de bedoeling dat je bij dividend investeren, dat je het opbouwt. En dat je zorgt dat je aan die 2,5 tot 3 ton komt. Er zijn heel veel verschillende manieren voor om daar te komen. Ik denk de meest belangrijke is het minimalisme nastreven. Dus stop met consumeren, stop sowieso met onzinnige consumpties. Koop alleen nog het hoognodige. Koop ook niet, betaal niet te veel voor allerlei merken en dingen. Maar zorg dat je dat je gaat minimaliseren en gaat leven. Kleiner wonen, in een misschien een wat minder goede wijk, maar waar je huur wel 300 of 400 euro lager is. Of een kleiner, lage hypotheek nemen. Er zijn zoveel dingen waar je minimalistischer kunt gaan leven. Je kan gewoon heel veel daaraan doen. Je kan gewoon, daar heb ik ook andere blogs over gemaakt. Daar zal ik nu niet te veel over uitweiden, want anders dan wordt het een heel lang blog. Maar dat is het eerste wat je kunt doen. Minimalistische leven. Dan hou je meer geld over. En dat gaat hand in hand. En dat investeer je dan in dividendaandelen. Maar dat zal waarschijnlijk ook nog niet helemaal voldoende zijn. Want je moet elke maand ongeveer dus wel 500 euro tot 1000 euro aan aandelen moet kunnen kopen. De eerste tijd gaat dat moeilijker dan na een verlopen tijd. De eerste tijd zal je veel zelf moeten investeren van je geld. Dus zal je aan een hoger bedrag moeten denken om per maand om te investeren in dividendaandelen. Waarom? Omdat je na verloop van tijd heb je het voordeel van de compounding interest. Dat betekent dat je in feite het dividend dat je binnenkrijgt ook kunt gebruiken om te gaan herinvesteren. En dat is natuurlijk mooi, want dan gaat het wat sneller. Als je al 300, 400, 500 euro per maand uit dividend binnenkrijgt, dan gaat het een stuk harder. Als je dan ook nog eens 1000 euro zelf inbrengt, dan ben je dus heel aardig op weg naar die 2,5 tot 3 ton. Dus dat is wel heel belangrijk om te onthouden. Je moet die 2,5, 3 ton, daar moet je wel hard voor werken. Dat is, dat is een lange weg, maar zeker niet onhaalbaar. Het is niet onhaalbaar, maar ik zie toch dat veel mensen gewoon verslaafd zijn aan het consumeren. En dan is het hele dividend investeerverhaal gewoon voor jou niet haalbaar. Want als je wil blijven consumeren en als je alleen maar aan het lijden door consumptiegoederen najagen en reisjes en uit eten gaan en allerlei toch een beetje onzin dingen, dan ga je dat nooit halen. Dan is dividend investeren niks voor jou, dan kun je beter gewoon leven in het hier en nu zoals je altijd al deed. Dat is prima. Er zijn zat mensen die dat doen. Vaak een hoop schulden. Maar daar komen ze dan wel uit of niet. Dat is
Het is niet voor iedereen weggelegd, dividend investeren. Daar wil ik ook wel op wijzen. Dus wel, je moet gewoon een bepaalde gedachtegang hebben. En nee, dat is heel goed als je dat kan. Als je kan toe bewegen om minimalistischer te gaan leven. En al het geld dat je uitspaart ook daadwerkelijk in aandelen te gaan steken. En je moet voor jezelf een rekensom maken hoe je aan die 2,5-3 ton gaat komen. En je moet er eigenlijk uitgaan, het slechtste geval, dat je weinig rente, tenminste weinig dividend nog binnenkrijgt. En laat gewoon maar even uitgaan van wat kun je per maand missen om aan die 3 ton te komen. Nou, dat is een. Dat kun je dus als je minimalistisch gaat leven toch wel sneller bij elkaar krijgen. Dus ik zeg, als je 500 is al een leuk begin voor mensen die wat passief inkomen willen. Maar als je natuurlijk hoger passief inkomen wil, als je echt financieel vrij wil zijn, zul je denk ik wel minstens 1000 euro per maand in aandelen moeten steken. En dat is heus wel haalbaar. Als je een redelijk goed werk hebt, als je gewoon zuinig leeft, als je minimalistisch leeft, dan is dat prima te doen. En dan kun je dus zeg maar 12.000 euro per jaar investeren. Nou, dan kun je zelf het rekensommetje maken hoe lang het dan duurt voordat je echt financieel onafhankelijk bent. Ja, dat duurt nog wel eventjes. Dus er zijn er een aantal trucjes die het gemakkelijker kunnen maken. Eén trucje is bijvoorbeeld, je volgt analisten die zich volledig storten op dividendaandelen. Die geven jou de goede adviezen. En zo'n abonnement kost wat geld, maar dat betaalt zich ruimschoots terug. Want dividend investeren gaat om dividend, maar je kan zeker. Het mooiste is nog, als je aandelen koopt die ondergewaardeerd zijn en die in waarde stijgen over de loop der jaar. Er zijn analisten die zoeken dat keurig voor je uit. Die zeggen, nou, deze 10 of weet ik veel hoeveel aandelen zijn met ondergewaardeerd, zijn gunstig om te kopen. Vermoeden wij dat er gewoon nu als het ware te weinig, de prijs is te laag voor wat het aandeel waard is. Nou, die aandelen, als je die dan koopt, in die jaren die je aan dividend investeren doet, en je verkoopt die weer als die na een jaar of 4, 5, zeg maar wat, overgewaardeerd zijn, dan kun jij die aandelen met een flinke winst verkopen. En wat je in principe dan gaat doen, is het hele rieltje weer van voren aan overnieuw doen. Dan ga je weer kijken naar het rapport van je analist. En kijken welke aandelen die op het moment ondergewaardeerd hebben staan. En die aandelen kun je dan ook meteen kopen. En je moet je voorstellen dat je hebt zeg maar 10.000 euro in één aandeel. Zeg maar wat Pfizer. En die raakt overgewaardeerd. Nou, dan pak je een winst. Zeg, je hebt 10% winst. Dan heb je 1000 euro om in nieuwe aandelen te investeren. Ook weer hele goede aandelen die ondergewaardeerd zijn. Want deze analisten zoeken alleen de ondergewaardeerde topaandelen uit. Die ook echt een lange termijn positie of een lange termijn traditie hebben. En dan heb je dus 1000 euro aan nieuw inkomen. En dan ga je ook weer in een klassiek dividendaandeel zitten die ondergewaardeerd is. En na een jaar of 2, 3, als die prijs weer stijgt en je maakt zeg maar weer 10% winst of 20 of 30, ik houd het heel conservatief. Dan heb je weer nieuw geld om weer nieuwe aandelen te kopen. En intussen ontvang je nog steeds dividend. Want dit zijn aandelen die hun dividend blijven uitkeren en ook blijven verhogen. En op die manier kun je veel sneller bij die 3 ton komen dan je aanvankelijk zou denken. Je herinvesteert ten eerste al je dividend, maar ten tweede pak je ook winst waar het mogelijk is. En dat kan omdat die analisten de aandelen goed in de gaten houden, goed analyseren en bij een onderwaardering zeggen, nou, koop nu deze aandelen. Je krijgt ook bericht wanneer je deze aandelen niet meer moet kopen. En wanneer je aandelen het best kunt verkopen. Zo bijvoorbeeld Pfizer, daar had ik het net over. Die was laatst erg overgewaardeerd geraakt. Die prijs was heel snel gestegen. Die heb ik toen ook verkocht met een hele mooie winst. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel procent. Maar dat was echt een royale winst. Die winst was zo groot, dat zou misschien wel 10 jaar aan dividend zijn dat ik via Pfizer zou binnenkrijgen.
Het dividendpercentage was ook door die prijsstijging heel erg gedaald. Dus nieuwe aandelen kopen leveren dan eigenlijk niet veel meer op. Leverden nog net 3% op. Dus ik heb ervoor gekozen om Pfizer te verkopen en IBM daar weer van terug te kopen. Omdat die op het moment ondergewaardeerd staat en een dividendpercentage van 4,5% heeft. Dus dat is flink hoger dan Pfizer. En dat betekent ook dat ik had 330 euro winst met die Pfizer aandelen. Dat ik in 2 IBM aandelen helemaal gratis en voor niks heb. En nou, daar krijg ik ook weer rendement over, krijg ik mijn dividend over. En mogelijk ook nog een mooie prijsstijging. En als IBM op den duur weer in trek is bij de andere investeerders. En de prijs stijgt flink en raakt overgewaardeerd. Dan zal ik IBM weer verkopen. En dan ga ik weer kijken welk aandeel er ondergewaardeerd is. En dan zal ik dat aandeel gaan kopen. En op die manier kun je razendsnel, veel sneller dan de traditionele dividendinvesteerders manier gewoon van aandelen kopen en vasthouden, kun je aan die 3 ton komen en kun je je rendement behalen. Ik ben niet van mening dat je alle aandelen op die manier moet behandelen. Er zijn gewoon een bepaald aantal aandelen waar ik zelf van zeg, die moet je gewoon houden en daar moet je gewoon nooit meer, die moet je gewoon nooit meer verkopen. Dat is ook een topbedrijven. Dat zou gewoon zonde zijn om die van de hand te doen. Maar je kan zeker bij sommige ook een deel van je portfolio gebruiken om op deze manier te investeren. Dus dat je inderdaad zegt van, nou, ik koop ondergewaardeerde aandelen. Ik geniet van het dividend dat ze uitkeren, want dat dat hoog is op dat moment. Omdat natuurlijk de prijs laag is, is het dividendpercentage hoog. En zodra die aandelen dan weer overgewaardeerd raken, verkoop ik ze met een flinke winst. Zodat ik weer meer nieuwe aandelen kan kopen die ondergewaardeerd zijn. En nou vraag ik me misschien af, ja, wie zijn dan die analisten waar je het over hebt? Waar kan ik dat dan vinden? Waar kan ik zo'n abonnement afsluiten? Nou, als je daar meer over wilt weten, kun je je aanmelden bij de groep dividendinvesteerders op Facebook. En ja, daar zie je dus, daar vertellen we welke abonnementen dat zijn, waar je op kunt abonneren. Ja, dat zijn lange termijn abonnementen. Dat gaat niet over een maandje. Dan moet je echt denken aan dat je daar langer lid van moet worden, jarenlang. Maar het beloont zich allemaal. Het beloont zich terug in die mooie winsten en in die nieuwe aandelen en in het hoge dividendpercentage, et cetera. Tot nu toe ben ik er heel tevreden over en kan het zeker iedereen aanraden. Aangezien ik zelf geen financieel adviseur ben en dit ook geen financieel adviesvlog is. Dit is gewoon puur een hobbyachtige manier van mensen bekendmaken met dividend investeren. Maar dit is een mooie manier om kennis te maken met zo'n abonnement. Dat was het voor vandaag. Nogmaals, wil je meer weten over dividend investeren, kun je aanmelden in onze Facebookgroep van dividend investeerders. En daar posten we inderdaad ook wat we met ons portfolio doen. En de filosofie achter het dividend investeren wordt daar nog nader besproken. Vanuit Marbella, Spanje zeg ik bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer.